Dit is dus live VMO, Mara DT Rits. Ja. Yeah. Waveboard. Oh. Yeah. Yeah. Door de city op mijn skateboard. Face door. Yeah. Door de city op mijn waveboard. Door de city op mijn waveboard. Woep. Door the city up my waveboard. Waveboard. Door the city up my waveboard. Waveboard. Pull up a skirt. Komt ie. Let go. Aye. Door the city up my waveboard. Roland. Door the city up my waveboard. Los. Door the city up my waveboard. Door the city up my waveboard. Door the city up my waveboard. Roland. Door the city up my waveboard. Los. Pull up a skirt. Aye. Door the city up my waveboard. Follow. Door the city up my waveboard. Roland. Door the city up my waveboard. Roland. Door the city up my waveboard. Door the city of 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 my waveboard. Fly met the gang. Gang. Maar nu op een waveboard. Waveboard. Ander systeem. Huh? Jij nog een gameboy. Gameboy. We kunnen best chillen, maar even niet hangen. Nu laat je me kiffen. Kiffen. Mijn niffel, mijn niffel, mijn niffel. Pull up. Loose. Look aan de flik op mijn wrist. Ik weet dat je haat als een bitch. Velen die spelen nu zwaar. Liegen te veel en zijn veel te licht. Heel veel licht. Door the city on my waveboard. Waveboard. Door the city on my waveboard. Waveboard. Door the city on my waveboard. Door the city on my waveboard. Los. VMO Mara DT en Red Super Zondag. Ja, Waveboard live op Funnix. Wat vind je ervan? Laat het even weten via de Funnix-app of via funnix.nl. Je mening is meer dan welkom. Dankjewel, guys. Echt super. Ik ga jullie even vragen om de microfoons de andere kant op te gooien. Omdat we natuurlijk willen weten wat onze hoofdjurylid Glenn Faria, MC Fit, ervan vindt. Even een eerste reactie. Ja, wat gebeurde er in het begin? Er ging in het begin iets mis. We weten... Scherp. De stupide shit dat ooit kan gebeuren als MC. Wat is er gebeurd? Je bent je tekst kwijt. Nee, ik raakte hem terug. Dus de tekst was weg. Hier is niet meer de tekst was weg, dus ik drukte zeg maar... Je weet soms dat ze... Ik raakte hem aan, toen ging hij terug. Ja, maar dat is in de studio toch? Ja, ja, I know. Maar nu is performer kill, dan moet hij hier ook zitten toch? Ja, hij zat ook in mijn hoofd, half man. Hij zat ook in mijn hoofd, sorry. Maar sowieso. Ja. Oké, Dulcie, heb jij nog iets te zeggen? Ik ben het met Glenn eens. Wat Glenn zegt over het is een performance. En sowieso als je met je telefoon erbij staat. Ik ben daar niet zo'n voorstander van. En ook, ik vond, ja, door de city met je waveboard. Die tekst kan je eigenlijk wel onthouden, toch? Of was... Ja, nee. Ik heb gisteren net zo wat hij zegt. Dus we hebben... Ja, het is iedereen... Dus er zit zo weinig tijd. Dus ik heb gisteren geschreven. Tering, ik dacht dat ik brak was. Hey, blame sensation. ik had geschreven, maar ik had door de serie op mijn skateboard. Ja. Dus ik heb gewoon een stukje net anders geschreven. Maar dat is zeg maar... Ik wil ook hier wel... Ook, zeg maar, we gaan het niet alleen beoordelen op wat hij dan in het begin heeft gedaan. Want het is natuurlijk een collectief. Dus dit is dan iets wat we aankaarten. Maar er zijn zeker ook nog wel andere dingen om naar te kijken en om te praten. Ja. Oké, nou daar gaan we straks eventjes over praten. Ja.